Om klokslag 1400 uur komt verdachte mevrouw G. te U aan op het cellencomplex in Houten. Ik kan er niet eens meer bij. Een hardcore crimineel van 97 jaar. Mevrouw Glastra gaat de cel in, maar wel op eigen verzoek. Hoe kom ik daarin? Opstappen. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Nou, ik wil het wel eens weten hoe een gevangene zich voelt als hij hierin terechtkomt. En dat is toch wel een raar gevoel, hoor. En mevrouw Glastra krijgt te maken met het hele arrestantenpakket. Fouilleren, een foto en vingerafdrukken. Ze is erg blij dat de politie wilde meewerken aan haar wens. Ik vind voor mezelf nu... Ik vind het wel leuk om te weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik vind als je arrestant bent... Let op dat je je kleding niet met je handen raakt. Nee. Dan heb je gelijk de zwak. Maar uiteraard doet de politie dat niet voor iedereen. Nou, eerlijk gezegd werden we geraakt door het verhaal. Mevrouw wilde dit echt graag. Dat droop het enthousiasme vanaf. 97 jaar en dan de wijze waarop ze dit allemaal vandaag doorstaat toch ook. Ja, geweldig. Geweldig dat we dit hebben kunnen doen voor deze mevrouw. Zo, dit is de cel. Oh, vreselijk. En dan is het moment daar. Na wat instructies gaat mevrouw Glastra achter slot en grendel. En in tegenstelling tot de meeste arrestanten heeft ze het best naar de zin. Wat zeg je?